Ja, vrienden, het wokgebeuren heeft weer toegeslagen. Ja, maar dit keer is het de watjesgeneratie zelf. Het zijn de leerlingen van een leerlingenorganisatie, LAX, en die hebben voorstellen gedaan, hè, voor op school. Dus bijvoorbeeld, er mag niet meer gezegd worden, goedemorgen jongens en meisjes. Nee, dat mag niet meer. Hey, want het moet genderneutraal en weet ik veel. Dus het moet allemaal zijn, goedemorgen allemaal of goedemorgen leerlingen, die allemaal. Nou, en je mag ook niet zeggen hij of zij, dat moet dan zijn die of diegene. Ja, nou, dit soort belachelijke voorstellen, daar zijn ze mee gekomen. Ja, want het is natuurlijk niet de bedoeling in het woke gebeuren om de dingen te benoemen zoals ze zijn. Hey, het moet allemaal, ze moet voorzichtig worden omgegaan met de watjesgeneratie. We moeten ze vooral niet nerveus maken en we moeten ze ook vooral niet laten schrikken. Nee, we moeten ze zoveel mogelijk zonder stress door het leven laten zweven. Dat is het gewoon, dat is waar het om gaat bij woke. Want zij zeggen dan bijvoorbeeld, je mag het ook niet hebben over zitten blijven. Haha, vrienden, is hij goed of niet? Ja, kijk, je kijkt hier naar een zittenblijver. Hier, daar staat hij, hier. Tweede klas, handelsschool, gewoon blijven zitten. Hoppakee. En dan vroegen ze natuurlijk aan het einde van het schooljaar aan mij. En? Ben je over? Nee, ik ben blijven zitten. En? Geen enkel probleem, vrienden. Ik zat er niet mee. Ja, nou ja, het was even jammer en dat was het dan. En ging je vrolijk weer een jaartje naar school. Ja, maar dat mag bij hun niet meer. Dat moet nu heten dan dubleren. Zitten blijven wordt dubleren. Nou, ik ben niet gedoubleerd, hoor. Ik wil ook helemaal niet gedoubleerd zijn. Ik ben gewoon een zittenblijver. Ja, en hetzelfde geldt natuurlijk voor zakken. Ja, want ik ben hier, je kijkt weer naar iemand die gezakt is. Handelsschool gezakt, vierde jaar, ja. Eindexamen niet gehaald, ja. Maar dat willen ze niet meer. Natuurlijk, want ja, dat is dan te hard, hè. Voor de watjesgeneratie. Je bent gezakt, ja. Rijbewijs, je bent gezakt, nee. Nou, dat moet dan, hebben ze zelf nog niet eens bedacht, maar dat moet bij hun dan zoiets worden van, nee, ik heb een herkansing. Oh, herkansing. Oh, dus je hebt het niet gehaald. Nee, het herkansing. Oh, natuurlijk. Begrijp je? Het moet allemaal gecamoufleerd worden, vrienden, bij de watjesgeneratie. Het wordt steeds gekker met die woke figuren. Want ja, hoe moet dat straks bij de tandarts dan? Met die watjesgeneratie. Ja, wat zegt het? Die tandarts. Ja, ik moet weer een kies trekken. Ja, kies trekken, maar dat gaan we niet zeggen. Nee, want dat kan een watje helemaal niet aan natuurlijk. Kies trekken, maar hou op zeg. Nee, dus die tandarts, die moet dan in de toekomst gaan zeggen van ja, als u de volgende keer komt, dan ga ik even wat ruimte creëren. Ha, hoe vind je die? Ja, dat moet hij gaan zeggen. Hij gaat ruimte creëren. Niks meer kiezen trekken. Vrienden, we zijn aangeland in totale gekte.